De jaarlijkse week van het Nationaal Schoolontbijt staat dit jaar in het teken van een gezonde start van de dag. In de gemeente en de regio wordt dat ook meteen in de praktijk gebracht. Zo ook in de gemeente Bergendal. Daar ging burgemeester Mark Slinkman aan de ontbijttafel zitten met leerlingen van basisschool Carolus. Ja, vanmorgen hebben wij 31 leerlingen van de Carolus School ontvangen in het kader van het Nationaal Schoolontbijt. En we hebben met elkaar gesproken over gezond ontbijten, het belang daarvan. En daarna hebben we ook de daad bij het woord gevoegd en hebben we samen ontbeten. Het viel mij op dat gelukkig alle kinderen wel ontbijten. Dat is ook in andere jaren wel eens anders geweest. We weten ook dat veel kinderen toch niet of niet goed ontbijten. En we hebben met elkaar gesproken over wat ze dan precies ontbijten. Wat ze wel mogen, wat ze niet mogen. En of ze weten waarom het zo belangrijk is dat je met de volle maag van huis gaat 's morgens. Het viel mij wel op dat ze, zeker in vergelijking met vorige jaren, toch best wel wat aan gezondheidskennis hebben en veel gezonde dingen eten. Het viel me wel op dat ze dit jaar heel veel aten. Dus ik zag heel veel kinderen voor het derde of de vierde boterham teruglopen. Ook allemaal nog met komkommer erop, dus die komen er wel tot aan de lunch. Aan de landelijke ontbijtweek was ook een goed doel gekoppeld. De burgemeester overhandigde de leerlingen een cheque ter waarde van €250 voor dat goede doel. Dat is een cheque voor het Jeugdcultuurfonds. We vinden het heel belangrijk dat ook kinderen die het thuis wat minder breed hebben, dat die ook kennis kunnen maken en deel kunnen nemen aan cultuur. Dus daar hebben we een bijdrage aan geleverd. In de gemeente Bergendal is dat ook allemaal in de doe-mee-regeling vervat. Maar we wilden toch niet achterblijven en hebben een donatie gedaan aan het Jeugdcultuurfonds. Het is wel van belang dat we die kinderen gewoon een goede start voor de dag geven. En dat is wel een blijvende campagne, want je merkt toch dat het ook in de huishoudens vaak heel erg haastig is 's morgens. Ik heb dat zelf ook met mijn kinderen, voordat iedereen aangekleed en de deur uit is. Ja, is het ontbijt toch iets waar je echt op moet letten, omdat het erbij inschiet. En ja, voor het concentratievermogen van de kinderen, ja, betekent het toch echt wel wat. Het is heel belangrijk om dat ieder jaar toch weer onder de aandacht te brengen.